voelt net of ik naar een begrafenis van een goede vriend ga. Werkelijk. Dit is iets ongelooflijks. We kunnen er nu niks meer aan doen. Tot maandag. Dat is het. Het is heel ontzettend jammer voor. Er zijn heel veel Amerikaanse toeristen op dit moment, zowel in Hilton als in Flores, als in Pescadero Bay Resort. En Evelien werkt op Pescadero Bay Resort. Die heeft dus al gehoord dat de Amerikanen voorbij zijn gekomen. Ja, en dan gebruiken ze hetzelfde woord van what the. Begrijp je? Ja. En dat vraag ik mij eigenlijk ook af. Ik bedoel, dit is een statement. En wat voor statement? Wat heeft dit te maken met meneer Trump? Of welke andere president ook, of welke andere organisatie in Amerika dan de geschiedenis dat Curaçao heeft en de herinnering aan het feit is dat dit schip door zijn aanwezigheid een hele hoop Curaçaoenaars die aan boord van de tanker zaten gered heeft. Want diezelfde dag is dit schip alleen getorpedeerd, daarmee konden de andere schepen in. Want hij voer in konvooi, hè? Hij voer in een konvooi. Hij was het eerste schip dat ze dus. Hij voer voorop. Dat was het leadship. En de duikboot die op de bodem lag, is naar boven gekomen. Heeft torpedo's afgevuurd. Heeft hem geraakt. En op datzelfde moment zijn de andere schepen en ook de Air Force zijn gekomen. En hebben een hele barrage van dieptebommen gegooid. Maar het is hier zo diep dat de duikboot zich westelijke richting op 400 meter diep ongeveer kon wegmaken en onbeschadigd weg kon gaan. Ja. Maar verder geen schade meer kon leveren. En de konvooi is gewoon doorgegaan. En dat is whatever happens, konvooi gaat door. Ja. Altijd. En die is gewoon doorgegaan naar Aruba. Aruba, Guantanamo, Guantanamo en New Jersey en New Jersey en Engeland. Ja. Zo is het gegaan. Alleen zonder de eer, die is hier blijven staan. Zoals je daar ziet. Breng je het niet in verband met, ja dat is natuurlijk gissen, want je weet niet wie het gedaan, maar in verband met het feit dat op dit moment in tijd de Amerikanen samen met Nederland Curaçao gevraagd hebben om een steunpunt aan te bieden, om grondgebied te gebruiken, om hulpoperaties naar Venezuela te doen. En dat men nu zegt van ja. Weet je, ik hou mij bij de historie. Ik ga me niet verdiepen in wat de motieven zouden kunnen zijn. Het kan iemand zijn die achter een idee zit, achter de motief die het zelf heeft gedaan. Het kan ook iemand zijn die anderen daartoe bewogen heeft. Dus ik bemoei me daar eigenlijk niet mee. Het enige wat mij hier rest is om over de schrik en over de pijn heen te komen. Want dit doet pijn, want dit is niet vandaag of gisteren hebben we dit hier neer kunnen zetten. Het is een geschiedenis van een hele hoop jaren en een hele hoop effort om dit ding hier neer te krijgen. Ja, daar is het. Ja, dat is toch te gek om los te lopen dan? Ja. Want als je kijkt naar de zee, dan weet je dat er 7 man om zijn gekomen. En die daar hun laatste rustplaats hebben gehad. En dat moet gewoon, in dat symboliek moet dat gerespecteerd worden. En dit is totaal respectloos. Whatever voor ideeën je hebt, maakt niet uit. Als je een probleem hebt hiermee nogmaals, kom naar mij. En we praten het uit. Ik zal je uitleggen. Je zou er eigenlijk nog een soort pakket ernaast moeten leggen. Helemaal wit, blanco. Spuit maar. Spuit maar, wat je wil. Ja.